Ah, voy a meta. Y este es su warm. Say that live. Zeker. Ja. Oh, mensen, welkom, welkom, welkom. Goedemiddag, dames en heren. Ik had beloofd dat ik vandaag live zou zijn. En ik wil jullie vragen om die live te sharen, oké? Welkom, dames en heren, vrienden van Slimmy. Welkom, welkom bij deze live. Wat is hier met mijn telefoon gebeurd? Kan je even maar kijken. Mensen, welkom. Mensen, welkom bij die live van Slimmy. Welkom, 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 welkom. Wil je delen? Vandaag gaan we praten over... Vandaag, dames en heren, bhai or bhaino, Matifu Samuel Keuk, Matifu Slimmy, vrienden van Slimmy. Vandaag gaan we praten over betaalbaar wonen. Het hoeft niet duur te zijn. Oké, we gaan daarover praten. Share deze live. Ik ben hier op een site. Oké. Share deze live, dames en heren. Share het. Zoveel mensen hebben me gevraagd van Slimmy, Slimmy, Slimmy. We willen dat ding zien. Oké, welkom, welkom, welkom. Ik share het even ook hoor naar de mensen die me hadden gevraagd, you know. Oké, dames en heren, laat me u zeggen, ik wacht op 100 mensen, want anders moet ik veel herhalen. Vind je het goed, Sintje? We zijn straks dichtbij. Op hoeveel mensen? 56. Oké, Sintje zegt dat ik kan beginnen. Laten we nog even wachten, Sintje, zodat ik... dames en heren, laat me zeggen wat met deze live gaat gebeuren. Daarom wacht ik op een paar mensen. Kijk naar die woning. Mooi hè? Mooi hè? Mooi hè, dames en heren? Mooi hè zo hè? Ik heb je beloofd hoor, dat ik live, ik ga jullie live dat ding tonen. Je weet, Slimmy praat veel, dat weten we al. Dat wil heel Suriname, heel de wereld weet dat Slimmy veel praat. Maar Slimmy doet meer dan dat hij praat. Ik profileer me en ik wil u tonen dat ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe. Oké, dat is voor mij belangrijk. Welkom, welkom, ik wacht op. Zometeen zijn we er, kind. We gaan op 100 mensen wachten dan minaf herhaal. Mooi hè? Lukas, dames en heren. Oké, ik wil u vragen, voordat ik ga beginnen. Ik wil kijken of u scherp bent. Hoe lang denkt u... dat ik bezig ben met deze woning. Wie kan me zeggen? Laat me praat vanmiddag een beetje met me. Hoe lang ben ik bezig met deze woning? Vanaf, wijs de grond. Vanaf de grond, vanaf de bodem. Wie kan mij zeggen, hoe lang denk je dat ik bezig ben? Ik wil kijken of jullie scherp zijn. Uchako, uchako. Sintje, kom even de schaduw zo schuiten, want anders ben ik in de... Voordat ik doorga, dames en heren. U ziet me met mijn mooie, een boka. Dit is een boka. Het heet Slimmy Boka. En het is gemaakt door mijn vriendin Mirchwara. M&M Style. Ze heeft een bedrijf. Mirchwara heeft een bedrijf. En haar bedrijf heet M&M Style. En omdat ik een grote fan van haar ben, heeft ze mijn boka gemaakt voor me. En kijk, ik sta in de zon. En ik brand niet. Ja, kijk naar de comments nog. Oh, ik moet naar comments kijken. Ja, je moet me helpen, hè. Dames en heren, kijk. Oh, zo meteen zijn we op 100. En waar zijn mijn comments? Oh, oké. Okay. Hallo Stephanie. Oh, wacht even. Dames en heren, als u mijn boka mooi vindt, Michuara maakt het in alle kleuren. Ik moet een beetje promo voor haar maken. You know, ik moet haar promoten. Michuara maakt het in alle kleuren en ze heeft het zelf gehaakt. Met die haken, hou je me? Crochet. Het is een crochet. Zie je, dames en heren, Michuara heeft een crochet voor me gemaakt. En ze maakt het in alle kleuren en u mag er appen. Als u eentje wil, dan moet u mij... app, een PM sturen, stuur me een PM. En dan ga ik het doorsturen naar Michuara. Want dan gaat ze mijn commissie voor me regelen. Ik moet ook leven. We moeten niet stelen. Anders ga je sloot. Oké, dames en heren. Laten we beginnen. Stephanie. Eva. Stephanie. Jij hebt Slimmy gezegd. 6 maanden. Fout. Delano. Benfield. 3 weken. Je hebt het goed. Delano, dit is 3 weken. En straks ga ik jullie naar binnen brengen, oké? Okay? Tommy, 1 week. Heidi! Heidi, hoe reed? Wauw, ik heb mijn baas. En die zit aan mijn vader.
Ah, je weet slim, is ook een beetje ziekaard, dus hou jullie rekening nou, mijn naam Fado. Of hoe heb ik mij dit snel? Oké. Oké, Eva. Sintje, hoe zeg je mijn comments weer? Nu moet je kijken. Oké. Kan ik zo kijken naar die comments? Kun je gaan. All comments. Moet ik op play drukken? Nee, ik ben zo goed doen. Nee, maar hoe zie ik het als men terwijl ik praat? Dit. Hé, hey, pas op. Tisha, nog een farina petieren. Papa, mama, probleem. Je hebt me bijna hartaanval hier gegeven, man, kind. Oh, op. Loekoepé, wacht, ga niet achteruit. Je vader gooi naar petie, petie, diepie. Naar bijna wat meter. Oké, dames en heren. Hoeveel mensen zijn er? 136. Oké, dames en heren, ik begin officieel. Welkom. Blij dat u weer naar Slimmy kijkt. Ik ben een beetje ziek bij je. Maar God daarboven is met me. Ik sta een beetje in de zon. Maak me kies op 10B, 11B, 12B, 13B, 14. Zodat ik snel weer gezond kan worden. Oké? Maar oké, dames en heren, welkom. U ziet die woning. Laat me u zeggen waarover we gaan praten. We gaan eerst praten over de buitenkant. En ik ga u twee oplossingen geven. Dit is van een cliënt. En dit is een beetje advanced. Dat betekent, dit is een beetje modern. Maar ik ga u vandaag iets wijzen. Dames en heren, weet u wat belangrijk is voor Samuel Kuik alias Slimmy? U moet een dak boven uw hoofd hebben. Nog een look mooi staan. Ik ga niet kijken, ja, die woning moet airco, die woning moet 220, die woning moet mooie lijsten. Als u dat geld nog niet hebt, denk niet daaraan. Ik ga u begeleiden vanaf de grond. Tot die woning op uw dak ga ik u precies zeggen wat het kost. Ik ga u precies laten weten waar u aan toe bent. Met een beetje geld en met iets meer geld. Vindt u dat goed? Stuurt u even een thumbs up voor me als u mijn plan goed vindt. Dan gaan we beginnen. Laat me even kijken naar die thumbs ups. Want ik ga beginnen, want u kijkt. Ik ga u uitleggen hoe u een betaalbare woning morgen al op uw dak. Hey, wins you send me go aan Swampoo. Hallo, we zijn op Poeren. Oké, Sintje wijst de mensen even, want ik moet mijn rolmaat bij me hebben als we praten. Oké, dames en heren, ik ben ready. Dames en heren, laten we beginnen. Dit is de voorkant van de woning. Dit lijkt op een goedkope woning. Ja, goedkoop, dames en heren. Ik heb nu gekozen voor mensen in Suriname. Ik wil u aanraden, als u kiest om te bouwen, zou ik voorstellen, doe als u van steen wil bouwen. Het is niet dat steen slecht is, maar één, steen is verschrikkelijk duur. Omdat het heel veel afwerking nodig heeft. Wanneer je die stenen hebt opgetrokken, moet je ze ook gaan pleisteren. En een ander probleem is, ik zie één domheid van ingenieurs, sorry, en van bouwvakkers en van voormannen en bouwlieden. Ik zie één stommiteit wat ze uithalen. Branangasa, me broke broke en gunu. Tiremo verterunu abrawan van systeem sami abi, pe mika jepisma. Ik, if you have chinso money, mi kan potwan planga oso giyu. En if you ano wamang, sa inolop bij suribet, inolop go na casino, inolop go na mocho maid. In een loop dringen, anga, dat je abib chi moro money, fuka apwa mol also let for this day. Oké, dat we carry advance. Ko begin naar fustong. If you kiss voetbal fustong, biggie fout sasma emeki, een fout dat vele mensen maken. Suriname is een tropisch klimaat, is een volledig tropisch klimaat. Wat betekent dat u rekening moet houden met de warme dagen. Je moet ook rekening aan te asom faya. Voerus maar, ik gebruik massief stong. Wees de mensen hier, naskotje. Voerens mij gebruikt massief steen. Luister nu. Die massief stenen, die vierduim en die zesduim stenen, is meestal voor het fundament. Hé, kan je zeggen, mooi, ai. Is voor die zesduim, is voor die bak, voor die woning, om die bak op te trekken. Waarom? Die wanden, als je van steen bouwt, kies liever voor holle stenen. Unum doet, jullie moeten niet dom doen. En jullie zijn in de meeste Surinamers, kijk, 40% is ongeschoold. Heeft de lagere school niet afgemaakt. Wat heeft die 40% gedaan? De 40% is maar aan een met lagere school af. De mango besmet 30% voor de scoresma. Dus daar heb je 70% domme mensen in Suriname. En daar heb je 30% van mensen die hun verstand een beetje gebruiken. En wat krijg je nu? Voersma aan bouwde of zo voestong. Ze willen van steen bouwen. Maar de wanden trek je niet op met massieve stenen. Je bent dom. You lost your money. Ga kijken op YouTube. Ga kijken op internet.
In Amerika en andere landen, men bouwt, zelfs in Oeganda, bouwt men met klei holle stenen. Waarom? Je moet een spouwmuur hebben. Wat is een spouwmuur? Een spouwmuur betekent een muur met een speling, een tussenruimte. Waarvoor is die tussenruimte? Die tussenruimte is wanneer de zon schijnt op die woning, moet je die warmte gaat stijgen naar boven en het gaat door die ventilatiegaten teruggaan. En u gaat niet zweten in uw huis. Ino brokken zweet die uur of zo. Dames en heren, u moet, ja, en meneer Slimmy, je jok, massieve stenen zijn steviger, je mond is steviger, is niet waar. Die holle stenen zijn ook sterk. Omdat het wordt gecementeerd. Maar je moet die holle stenen geven je een spouwmuur. Onthoud het. Hij geeft een ademruimte, zodat de meeste smadalen in de stoel zo door longkadoren zijn. Net je benauwd in je camera, if you not airco. Want die, het is net een oven. Steen houdt hitte vast. En s'avonds laat het die hitte los. Dan voel je die warmte. Dat is over steen. Ik wil niet met over steen met u praten, maar het verschil van hout en steen wil ik u geven vandaag. Oké? En dat, ik wil het opbouwen met u. We staan hier, dames en heren, vrienden van Slimmy. Wij staan hier in een woning 3 weken opgezet. Door Rabo Jai. Die man heet Rabo Jai. Mijn team heet Rabo Jai. Oké? Deze woning is in 3 weken opgezet vanaf de grond. Vanaf het zand. Oké? En ik heb gekozen voor hout. Hout is mooi. Je moet het alleen maar 1 keer per jaar wassen. En een verflaagje geven. Tenminste 1 keer per jaar wassen. En dan trajaris afversie. Maar als je doet elk jaar een kleurtje, ook meegenomen. En dan gaat die woning 50, 60 tot 70. Kijk naar die bruiselwoningen. Die woningen staan al 80 jaar. Al 100 jaar staan bruiselwoningen. Die onderhouden zijn. Sommige zijn niet eens onderhouden en ze staan nog heel goed. Oké, deze woning is van hout. Volledig van hout. Het heeft een lengte van 6 meter, van 8 meter en een breedte van 6 meter. Het is 6 bij 8, 48 vierkante meter. Sint-Tisha, loop met me mee, dan gaan we de mensen. Straks mag u de vragen stellen, want ik kijk even niet naar mijn telefoon. Ik praat met u. Meneer, loop mijn telefoon met tak naar u even. Dan moet ik u auto, u mag stellen de vraag. Dus alsjeblieft, stellen jullie nu even geen vragen totdat ik het zeg. Dan kan ik het volgen. Hebben ze veel vragen gesteld, Sint-Tisha? Oké, Sint-Tisha gaat me een wenk geven wanneer de vragenronde begint. Ik ga deze live 3 kwartier houden, geen uur. In 3 kwartier wil ik klaar zijn met u, want andere mensen die hierna gaan kijken, moeten het bekijken van begin tot einde, zodat ze me geen domme vragen komen stellen. Want ik ga alles vertellen wat het kost, hoe lang ik het bouw, dan hoeft u mij die vragen niet meer te stellen, want ik kan niet 1000 vragen gaan lezen op Facebook. Oké. Is er water in de auto? Nee. Want ik heb dorst van het praten, alles. Oké, maar ik ga door. Oké. Dames en heren, ik ga hier beginnen. Dit is je kop. Deze woning staat op poeren. We kennen het als stomvoetoe. Kijk de hoogte. 50 centimeter. Dames en heren. Deze woning staat een halve meter boven je poten. Niet slecht bedoeld. Boven je poten staat het halve meter. Dus stel me geen domme vragen alsjeblieft. Oké? Dus een halve meter van de grond. En voorlopig gaat Suriname niet een half meter onder water. Dus als stuur je me in een swamp, je poten gaan droog zijn. Als u me begrijpt. Je bent hoog boven de grond. Die woning staat 50 centimeter boven de grond. Een halve meter. Kijk hoe mooi die woning is gemaakt. Heel mooi. Oké? Zie je? Jij mag zelf bepalen hoeveel ramen je wil. Zolang je het geld hebt. Ik zou voorstellen, dames en heren. Dat deze woning kan ik opzetten. En also die zie ik van het snapjazo. Mie kan poten boenkopoegio. Dat je kan beginnen. Je hoeft het nog niet te verven. Ino dede. Die stenen zijn behandeld met inertal. Die vloerbaken zijn behandeld met carbolium en houtazijn. Termieten gaan voor de komende 2-3 jaar niet aan je huis. Dus je kan sparen voor verf. Ga niet iets zoeken. Je lacht, wat is er? Integi meer, dat is mijn kosten. Ga niet iets zoeken wat je niet kan betalen. Stop ermee
om Suribet te spelen. Stop ermee om naar de casino te gaan. Stop ermee voor gaan naar Mocho mee. Dat je opvoeren moet niet voetbal, Jozo. Voor klaar, Jozo. Even begrijp me, want hij zei dat ik klaar de man in Remoni. Dames en heren. Deze woning hoef je niet te schilderen nog. Het hoeft niet als je dat geld nog niet hebt. Ik bouw het voor je. Voor 300.000 SRD kan je al in die woning gaan. Heb je al een woning op je perceel? Luister je goed naar me. Voor 300.000 SRD is de buitenkant precies zo. Een mooie balkon. Een balkon van 2,50 meter lang en 1,50 meter breed. Is je veranda. Oké? Okay? Dit is de linkerzijde van de woning. Sint-Tietje, waar is de mensen? Kunnen ze het goed zien? Ja, ja, ja. Als ze meer ramen willen, omoro moniabi, omoro venster, ik kan poti. Laten we naar de andere kant gaan van die woning. Kom, kom. Dames en heren, dit is het balkon. Mooi, hè? Dit is het balkon. En kijk hier, dames en heren. Dit is de rechterzijde. Kom, Sint-Tietje, kom erbij. Dit is de rechterzijde. Je mag komen. Mensen, ziet u het? Huh? Hier heeft twee kamers hoor, mensen. Dit is de eetzaal. Deze woning kan maximaal twee slaapkamers. Oké? Okay? Het kan twee slaapkamers. Maar deze cliënt heeft gekozen voor een... Het is een zijn seniorenburgers. Dus ze willen een eetzaal hebben en een grote slaapkamer. Dit is een van de slaapkamers. Dames en heren, de wanden... Het hout is Basra locus. We gebruiken voor de buitenkant of Basra locus of bruinhaard of koppie. Dus we hebben een paar houtsoorten die we gebruiken. Die plint, wees de mensen die plint. Dit, dames en heren, dit is wanna. Oké, okay? Je kan hem niet echt te zoomen. Dit is wanna, wat ik heb gewezen met plint. Dit is bruinhaard of koppie of Basra locus, die wanden. Oké? Okay? U ziet mooie geschaafde lijsten, ze worden weer netjes afgewerkt. Sint-Tietje, misschien kan je daar staan in die hoek, daar de mensen, de achterkant van die woning. Mooi hè? Misschien kan je in een hoekje staan. Geef ze een mooie hoek. Dames en heren, kijk, dat is de achterkant van die woning. Mooi zo. Ziet u het? Zien de mensen het, Sint-Tietje? Dames en heren. Dat is de achterkant van de woning. Je staat een beetje in de dingen van in de zon. Kom weer naar voren, kom weer naar voren. Ja, oké. Okay. Kom weer naar voren. Ja, want de mensen, anders krijg je een reflex van de zon op die lens. En dat is een beetje schoon. Kom weer naar voren. Daar in. Ja. Oké, okay, dames en heren. Nou, ja, zo is het heel goed. Dames en heren, dit is de achterkant van de woning. U hebt gezien dat ik iets hier heb gedaan. Kijk wat ik daar heb gedaan. U ziet dat ik bad en toilet, alles is netjes bedekt. Meestal trekken ze daarvan steen op, is niet nodig, lelijk. Aheer osso moet stappen, we noemen monogaam. Het moet monogaam zijn, één lichaam. En dat is heel mooi. En dat betekent, de binnenwanden zijn cementbord en dat wordt betegeld. Dus je hebt dan geen problemen. Dit is de achterkant van de woning. Een achterdeur, bad en wc, twee ramen per kamer, dat is voor de windstroom, Noordoostpassaat, dat wind die stromen in naar ons. Akkoord? Dan weet u dat ook. Straks gaan vragen komen. En nu gaan we naar de binnenkant van de woning, oké? Okay? Gaan we lopen via de voorkant? Oké, okay, dames en heren, we gaan nu naar de binnenkant en dan ga ik de binnenkant uitleg geven. En dan mag u uw vragen stellen. Let op, deze live is precies 3 kwartier, niet langer. Dat is de opdracht die ik heb van mijn cameravrouw Sint-Tietje. Oké? Okay? Mooi zo. Ga je kunnen komen naar binnen. Er is een trap toch? Voorlopige trap. Hier komt, wees de mensen. Dames en heren. De hele breedte krijgt een betonnen trap. Oké? Okay? Deze hele breedte. Je moet naar mij wijzen, dan wijs ik de mensen. Niet naar de grond. Ga een beetje meer naar achteren. Dames en heren, de hele breedte krijgt een betonnen trap, 3 treden. Heel mooi betegeld. Balkon wordt betegeld, kom naar binnen, loop achter maar. Balkon. Het balkon. Wordt betegeld, dames en heren. En nu zijn we in de binnenkant van de woning. Hoe vind je het? Je komt voor het eerst binnen. Hoe vind je het zelf? Oké. Okay. Sta hier bij die trap, dat ik de mensen uitleg. Dames en heren, hier... is de keuken. Dit is de keukenwand.
Hier komt er een keuken. Nou, met mijn takje naar de sma, sano op voor money. Dames en heren, kijk. Als je pas begint, je hoeft die woning nog niet te verkasten. Zit je wel, kom daarvoor. Kijk. Je hoeft die woning nog niet te verkasten. Ik bouw die woning voor 300.000 SRD, een dak boven je hoofd. Een dak boven je hoofd, bad en toilet. Met kamers, met deuren. Dan ben je in je woning. Elektra en wateraansluiting moet je zelf betalen. Ik bouw die woning, let erop. Ik zet een dak boven je hoofd. Ik zet mijn potto aan dak, tap je in dit. Oké? Let erop, dames en heren. Geef me de gelegenheid even om mijn gezicht te vegen. Het is heet. Oké? Eén moment, dames en heren. Ik kwam van buiten vandaan, maar binnenin is het niet heet. Even houden, er zweet in mijn ogen. Het is heet buiten, tot, dames en heren. Laatst heb ik nog bij Abba, hoe is dat ding weer? Samen afstand weer dat mede? Ja. Crochet. Nou, crochet. Laatst heb ik nog wat mijn crochet voor mij te horen. Mijn moro blakka. Alhoewel mijn breed van blakka. Dames en heren, wat ik u wil tonen is, als je 300.000 SRD hebt, verwacht geen paleis, verwacht geen presidentpaleis, verwacht geen torarika. Je moet één, weet u waar naar het streek? Ik zal samen wat ik naar u, meneer, mevrouw, jongeman, jonge dame, senior burger, zal slim wat ik naar u idee. Waarover ik met u wil praten is, wat je rechterhand verdient, geef je linkerhand uit. Dat betekent, als je verdient 100 gulden, dan geef je 101 gulden. Dan jullie bij fout kabaat. Ik leer u niet hoe u moet leven, ik leer u het leven. Maar ik leer u niet hoe u moet leven, ik leer u alibi. Ik leer u fire muslimi, ik leer u alibi. Als je verdient 200 gulden, dan geef je 250 gulden. Dan jullie bij fout, maar nooit je bereikt je doel. Wat ik hier aan u wil zeggen, als u een beetje geld hebt, 300.000 gulden, ga vragen aan uw bond. U bent toch lid van een bond? Ga uw bond geld vragen dat ze deze woning voor u zetten. En man, vrouw, 2, 3 kinderen, 4 kinderen zelf kunnen zo'n huis wonen. Begin op te bouwen, dan ben je niet afhankelijk van je ouders. En na 4 of zo morgen. Dan met potwa of zo gieuw, inaf bekleed je wand. Spaar, dan bekleed je je wand later. Maar dan heb je een dak boven je hoofd. Wat krijg je voor 300.000? Je krijgt de woning, sint je wees de mensen naar het plafond. Gaat het lukken? Dames en heren, kijk. Sint-Tisha, heb je het heel warm hier binnen? Sint-Tisha, schud er hoofd. Dames en heren, er is bouwfolie. Er is isolatiefolie op het dak. Onder de zinkplaten. En waarom doe ik dat? Dat je een brok benauwd doet in Oso. Begrijp je? Daarom doe ik het. Ik zet isolatiefolie. Deze woning, die cliënt wou 110-220. Jij hoeft niet. Je start potsen zo 110. Pot zonnepaneel. Bij wat zonnepaneel, pot van je gede Oso, je libik ba. Wie stroomde de pot zonnepanelen met de lampen? Bij een big icebox pot ijs. Je moet een beetje pinari nemen om te groeien. Je kan niet direct lifetimes doen, bradi, futu, bradi, kokoina of zo. Nee, dames en heren. Het gaat niet zo. Vooral de mensen die willen opbouwen. Je moet een beetje tijberen. Ik was ook daar voor tijberen, man. Ik ben niet vandaag plotseling niet zo. In tijberen toe. Oké. Je krijgt voor 300.000, weet de mensen die vloer. Kijk, zo'n mooie vloer. Dames en heren, deze vloer is een houten vloer. Oké? Dit is een houten vloer van een kopie. En het wordt geschuurd, glad en het wordt vernist. Ik ga je zeggen, oh mijn hemel. Is een verschrikkelijk mooie vloer. Je hebt het niet warm in die woning als een stenen woning. Je krijgt die woning helemaal gesloten. Je hoeft nog niet te plafonneren. Je hoeft niet aan een wamusu. Waarom? Je kan sparen voor die schroten. Waarom? Zit je zo wijs de mensen. Kijk wat glim daarboven. Want ik heb die hittefolie voor u gezet daarboven. Je hoeft niet direct te plafonneren. Oké, als je het geld hebt, doe je het. Ik wil je zeggen, voor 300.000 zet ik een dak op je kop. Je hebt een dak boven je hoofd. Wat wil je nog meer? Oké? Zit je loop door me. Dit is de woonkamer. Laten we kijken naar de indeling. Dit is de... Je hebt de keuken. Je hebt de woonkamer, dit is de eetzaal. Normaliter zou dit een slaapkamer kunnen. Het kunnen zijn, weet de mensen, 110-220 aansluiting. Oké, okay. Deze woning is 110-220 aansluiting. Dit zou een slaapkamer kunnen zijn.
Oké, en kom kijken. Dit is een slaapkamer. Dit is een slaapkamer. Mooi, hè? Dit is een slaapkamer. Mooi, hè? Mooi, hè? Dit is een slaapkamer. Netjes. Oké? En kom kijken, dames en heren. Dit is de wc. Dit is de wc. En dit is het bad. Dit is het bad. Badhuis. De cliënt, deze cliënt heeft warm koud. Warm koud. Hier komt er een poetsbak, dames en heren. Hier komt er een poetsbak. Kijk, dit is die waterpunt. Aanzwetpunt. Oké? Hier komt, wees de mensen. Hier komt die boiler voor die klant. Oké? Dames en heren, er is een achterdeur. Wie de mensen wezen? Er is een gang met de achterdeur. Dames en heren, je hoeft niet alles in één keer te doen. Nou, natuurlijk doe ik dat voor die cliënt. Maar je hoeft niet alles in één keer te doen. Als je het wil, zoals deze cliënt het wil, helemaal dicht. Cementbord, gipsplaat, schroten, warm, koud, airco voor de slaapkamer, airco voor de woonkamer. Als je dat wilt zoals deze cliënt het wil hebben, dan kost die woning je om en bij een 750.000, tussen 750.000 en een miljoen SRD. SRD! En die koers is 25.000 euro. 25.000 euro, dames en heren. Is een miljoen, wist je dat niet? Is een miljoen SRD. Oké? Dat is advanced. Dat is fully loaded. Geschilderd, gebeits, vernist. Kamers geverfd. Binnen, buiten, wanden dicht. Alles wasbak, keuken, kast. Alles compleet 25.000 euro ben je er. Kom even naar het balkon, Sint-Tiche. De keuken heeft warm en koud. De keuken heeft warm en koud. Kijk naar een mooie kolom. Kijk zo mooi, kijk zo solide. Dames en heren, ik heb dit voor u gebracht. U mag nu uw vragen stellen. Ik ga 10 minuten tot een kwartier vragen beantwoorden. Begin de vragen te stellen, dat zeker. Hebben jullie het begrepen, dames en heren? Stellen jullie nu de vragen. Terwijl ik mijn gezicht even afveeg. Stellen jullie even de vragen. Oké? Oké, dames en heren, stellen jullie even de vragen. Mag ik de vragen zien? Zijn er vragen binnen? Ik zie geen vragen. Ramdeodeo, cementbord en tegels is niet goed. Je mond is niet goed, het is niet waar. Ik ken mensen die 20 jaar al in een woning van, ik ken al iemand 10 jaar cementbord met tegels, nooit is er. Je moet weten wat je doet. Je moet weten wat voor tegellijm je gebruikt. Je hebt een speciale tegellijm voor cementbord. Oké? Je moet weten wat je doet. Maar het is niet waar. Zoveel woningen in het buitenland. Laat me je zeggen, Ram. Ram, laat me je zeggen. Ga naar het buitenland. Amerika. Ga naar alle landen Europa. Men gebruikt geen stenen wanden. Daar is alles prefab. Daar gebruikt men cementbord. En daar gebruikt men tegel op cementbord. Dus wat je zegt is nonsens. Is niet waar. Oké? Saskia, je kan ook verbouwen. Ik kan ook voor je verbouwen. De betaling, dames en heren, de betaling schiet in delen. Geschiet in delen. Terwijl ik bezig ben te werken, u geeft me niet alle geld. En Slimmy gaat niet wegrennen met je geld. Ik ben in Suriname. Andere aannemers zijn met uw geld weggegaan. Maar ik blijf er, ik help je. We doen het samen. Oké? Ja, natuurlijk tijdens het bouwen betaal je me. Want ik schiet niemand voor. Deze woning kan in 1 maand bent u in de woning. 1 maand. Zonder verkasting, 3 weken ben je in je woning. Zonder verkasting. De betaling is cash. Dames en heren. De betaling is cash. Moet gewoon zo. Naar boven. Mm-hmm. Of naar beneden. Mm-mm. Oh, daar komt de laatste. Ja. Oh, oké. Bedankt. Oké, dames en heren. Ik heb al gesproken, de materialen zijn A-kwaliteit materialen.
Oké, de buitenwand materialen zijn A-kwaliteit. De binnenzijde, dat bedoel ik, die stijlen. Als je een beetje bouw kent, die stijlen is B-kwaliteit. Je gaat geen A-kwaliteit stijlen zetten daarin. Wordt dichtgemaakt, het wordt dichtgeschroefd, je oog ziet het niet. Dus als jij A-kwaliteit wil je hele woning, dan gaat het 500.000 kosten. Als je vindt je wil superkwaliteit, vraag ik je 2 miljoen. Is wat je portemonnee kan, dat doe ik. Oké, maar ik weet al dat Surinamers broke zijn, omdat ze kosten hebben, naar de casino gaan en naar Suribet gaan. De mij go naar Diamond en de mij Dream Beer hier die tap tap uku. Dat is maar aan A-kwaliteit, als aan euro kosten. Dus stellen jullie me geen gekke vragen. Anders ga ik boos worden. Oké, ik doe hier geen gekke dingen. Dames en heren, jullie moeten je perceel hebben, oké? Okay? If you know up your perceel, met normaal bouw you. Heb je geen perceel, kan ik niet voor je bouwen. Oké? Okay? Laten we die afspraak maken. Andere vragen, dames en heren? Want ik ga dan afsluiten. Ik ga dan afsluiten. Dames en heren, jongens en meisjes, meneer, mevrouw, jongeman, jonge dame, senior burger, Brennan Hassab, hij of hij nou, en of je nou in Suriname bent of niet in Suriname, u hebt de woning gezien. Zit je misschien, kan je een beetje ronddraaien voor de mensen dat ze nog een keertje zien. De woning kan, 2 kamer, als je portemonnee, dames en heren, niet eens 1 kamer kan, vraag me alsjeblieft niet naar 3 kamer. Mensen hebben niet eens geld, mensen rijden in een Toyota Crown en ze rijden met de ramen open, dan willen ze een huis bouwen, want ze kunnen geen benzine vullen voor je auto. De meeste van die mensen zie ik op straat rijden in een Toyota Harrier. En die ramen zijn open. Ik rijd in mijn Hilux pick-up. Nog nooit zijn mijn ramen open gegaan. Als u me begrijpt. Ik weet hoe ik met mijn geld omga. Dus je hebt mensen. You are libi biggie. Maar you normal libi biggie. No libi biggie. Libi ching bij je grokom biggie. Dames en heren. Vrienden. Wat ik u wil zeggen. Samen met deze massa nou afvoeren money. You must grow. Je moet groeien. A politiek no leer je voor grow. De man leer je voor jumpo. Dat hij je jumpo en je draai je brokkie enkel. Dat je normaal wakabu moro. Je moet groeien. Oké? Okay? Het leven is een groeiproces. Dat wil ik u leren vandaag. U moet naar iets toe groeien. Je moet grokken met ons aan. Oké? Alle vragen heb ik beantwoord in deze video. Mijn telefoonnummer is aan het begin van die video. Aan de kop boven in de header van die video staat mijn telefoonnummer. Dus, ik hoop niet dat jullie niet naar die video kijken of half kijken en me vragen stellen. Als jullie me domme vragen stellen, ga ik jullie domme antwoorden geven. Mokosunu. Kijk naar die video van begin tot eind en je gaat al je vragen gaan beantwoord zijn. Want Slimmy heeft geen tijd, ik heb het druk, ik ben een beetje ziek. Ik wil iedereen helpen, maar ik moet ook geholpen worden. Oké? Okay? Laten we die afspraken met elkaar. Ik bedank u voor het kijken. Oké? Okay? Laten we naar buiten lopen, Sintische, dan mag je de video beëindigen. Ik denk, Sintische, dat ik over alles heb gesproken, ja toch? Zeker? Oké. Okay. Wijs de mensen nog een keertje, sta daar in die hoek. Ga ik hier staan, dan gaan we besluiten. Oké? Okay? Ja. Dames en heren, waar ben je nou? Matif Huslimi, u hebt die woning gezien. Heel snel. Oh ja, ik ga hiermee afsluiten. Mine bouw wang 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 wang. Oso. Nee, ik bouw niet maar 1 huis. Ik ga verzamelen, dan koop ik die materialen in het groot in. En daar verdien ik ook wat, want ik verdien niet op 1 huis. En ik heb een team, ik heb verschillende teams, ik heb vrienden die heel goed zijn in het bouwen. En we kunnen gemiddeld 50 huizen per maand. Misschien 100. Maar we kunnen ook 10 of 2 of 3. Hangt er vanaf wat binnenkomt. Maar ik ga verzamelen en dan die materialen kopen. Want dan hou ik wat over. Oké? Okay? Want met 1 huis verdien je niet. Want je doet het betaalbaar. En je moet ook iets verdienen. Je doet het niet voor gratis. No, no, als zong brommie. Alleen de zon en de regen is gratis. Voorlopig. Dadelijk we af hoe pijn vindt. Oké? Okay? In elk geval. Ik heb u dit gewezen vandaag. U hebt het gezien en de volgende video gaat u zien wanneer die woning helemaal af is. Den baat, den baat, den baat. Bedankt voor het kijken. Mi breti tak uluku, telekwantralis baka. Lobby blessi u orus refboom. Tja, tja, tja!